je leert is zowel de techniek als de kunst van de DJ'en. Dus je leert in eerste instantie tellen, maten, ritme, muziekopbouw en de hulpmiddelen, de technologische hulpmiddelen die je tot je beschikking hebt. En als je dat beheerst, leer je dat omzetten in een heel creatief proces. Ik heb dus DJing gekozen omdat ik een passie heb voor muziek al mijn hele leven. Ik wou sinds jongs af aan DJ worden. Ja, ik wil dus ook zelf uiteindelijk in de producing en muziek en DJing gaan werken. Er zit eigenlijk niet echt een link aan DJing en onderwijsassistent. Dus het is echt meer omdat ik het wou. Iets compleet anders.